Het Zeelos in het binnenland, te weten de Bronsweg, houdt zich al vanaf november bezig agroforestry systemen te implementeren. In het gebied wordt met deze systemen getracht om verbetering van de kostgrondjes te verhogen. Het doel van het project is volgens Anwar Helstone, hoofd agrarische productie van het Zeelos, dat gestart wordt bij de basis en dat dit goed is om plantaanmaakmateriaal te hebben. Helstone geeft verder aan dat met goed plantaanmaakmateriaal er al een goede stap wordt gemaakt in de richting van verbeterde agrarische productie. Agroforestry is een van de belangrijkste componenten van de afdeling agrarische productie op het Zeelos. En vandaag zijn we hier zo in Bronsweg bij de plantenkwekerij. En bij deze plantenkwekerij worden diverse gewassen, dus zowel voedselgewassen als bomen, opgekweekt. En al de methodes die we hier toepassen zijn meer niet-traditionele methodes. Dat houdt in methodes die de mensen eigenlijk, ze hebben van gehoord, ze hebben gezien, maar ze hebben nooit eigenlijk, heel minimaal, of sommigen hebben nooit eigenlijk die kennis aangeboden gehad. En dat hebben we de afgelopen 4 maanden al bezig gehouden. En een van de belangrijkste is, we waren begonnen met eigenlijk aanmaak van bananenplantmateriaal door middel deze propagator. En dit is een alternatieve methode om binnen korte tijd voldoende materiaal te maken, zodat je eigenlijk dat stukje voedselzekerheid en garantie kan veiligstellen. Het agroforestry systeem leert de vrouwen om op een andere manier hun kostgrondjes te onderhouden en ook om anders te leren planten. Rachel Saman, trainer agrarische productie bij het Zeelos, gaf een uiteenzetting met welk plantmateriaal er is gewerkt en welke gewassen ze anders hebben leren planten. Titi Wewe, deelnemster van het gebied, legt uit wat het agroforestry systeem ze allemaal heeft geleerd. We zijn hier bezig om de dames wat technieken bij te leren hoe ze moeten uitzaaien en hoe ze taaienblad plantmateriaal moeten maken en hoe ze dat moeten planten. We gaan dan ook verder met de verzorging van ook de zaadgewassen die we hebben uitgezaaid met ze en de taaienbladkanolen die we met ze hebben geplant vandaag. En welke zaadgewassen hebben jullie? We hebben tomaat, kool en troa. Ja. Zoals ik heb begrepen, de mensen deden het op een andere manier. En ik ga ervan uit dat jullie hun andere technieken aanleren. Staan ze daarvoor open? Ze staan hier erg open daarvoor, want normaal planten ze eigenlijk ook in zaadgewassen. Ze focussen zich meer op de knolgewassen, gember, banaan. En dat deden ze ook gewoon in de open veld. Zonder bijvoorbeeld rekening te houden met de plantverband. Dus gewoon als ze een plek vinden, dan planten ze daar ook niet meer letten op de plantverband, irrigatie, dus ze deden dat niet. Dus wij willen eigenlijk dat ze dan die technieken gaan beheersen en gaan toepassen. Fire paranija, make paransu, dat uno besabe. We poor, we putting, a grow evil, dat we parani. Maar leuk van we kweek den die si, make paransu, dat uno sabe, uno besabe. Maar na training we go, dat we leren, sabe want to sani. Tak we make paransu, brana paransu, man brana ipur moro umin paransu. Kember ye kuteng, kimching, dat make paransu, dat uno besabe. Maar na training, uko sabe den dat die. Oké, en zou leren moro? Hij wil leren maken ding zaadjes, kan antroa, polanche, peper, na tomaat. En dat wil nog best hebben, niks zo. We pot kroon naar groen, dan we poeren naar branden. Of we branden gewoon zo naar groen. Dan pot mes gieten zijn, we gaan pani branden. Nou we pot mes, we pot mes, nee. Ik ga pres no, frikbaar, dat is aan negro. Ja, we liepen drapen of zoek wat drapen. Het Zeelos heeft deze systemen aan om en bij 30 vrouwen van het Brownswegbied en Compagnie Kreek geleerd. Naast de verschillende plant- en groentesoorten zullen de vrouwen ook getraind worden in verzorging van verschillende vruchten.